Het aanbod in draadloze speakers is de laatste jaren flink toegenomen. Dat is niet zo gek, want je ziet de draden niet, dat is dus mooier. En je bent wat vrijer om je speaker ergens neer te zetten en dat is dus makkelijker. Er zijn verschillende soorten draadloze speakers. En wat je nodig hebt, dat hangt af van wat je van plan bent met je speakers. Misschien heb je nog helemaal geen draadloze speakers nodig. Want als je al mooie speakers hebt, dan kun je ze draadloos maken met een extra kastje. Die sluit je aan op je bestaande geluidsinstallatie en daarna kun je draadloos vanaf bijvoorbeeld je smartphone muziek afspelen. Draadloos is draadloos, maar er zijn verschillende manieren om geluid draadloos over te brengen. De allerbelangrijkste van nu zijn Bluetooth en Wi-Fi. Zoek je een speaker die je makkelijk kunt meenemen? Dat zijn meestal de zogenaamde Bluetooth speakers. Die gebruiken dus Bluetooth. Ze hebben vrijwel altijd een accu en je kunt ze dus helemaal zonder draad gebruiken. Gebruik je een speaker altijd thuis? Nou, dan is een zogenaamde Wi-Fi speaker meer geschikt. Ze zijn meestal wat groter en zwaarder en ze hebben bijna altijd een draad naar het stopcontact nodig. Goed om te weten, Bluetooth is zuinig met energie en iedere smartphone, tablet of laptop, ja, die heeft het ook. Maar het geluid kan niet helemaal ongeschonden verzonden worden met Bluetooth. Het klinkt best goed, maar niet perfect. De afstand tussen je smartphone en speaker die mag ook niet al te groot zijn, want het bereik is wat beperkt. Wi-Fi is minder zuinig met energie, maar het voordeel is dat het geluid zonder vervorming verzonden kan worden. Het geluid kan dus perfect zijn, als de speaker verder ook goed is natuurlijk. Thuis heeft iedereen wel een Wi-Fi-router en de afstand tussen de router en je speaker die kan ook wat groter zijn dan bij Bluetooth. Er bestaan ook speakers met zowel Bluetooth als Wi-Fi. Die zijn wat duurder en ze zijn nooit heel klein. Muziek streamen vanaf je smartphone, nou dat lukt met iedere draadloze speaker wel. Maar misschien wil je bijzondere andere dingen en dan moet je goed opletten dat de speaker dat ook echt kan. Veel Wi-Fi speakers die bieden ook multiroom mogelijkheden. Je kunt de muziek dan door het hele huis laten klinken. En heb je Apple producten in huis, dan is het goed om op te letten of de speaker ook AirPlay ondersteunt. Veel Bluetooth speakertjes die zijn mono, maar sommige zijn ook stereo. Nou, stereo uit een klein kastje, dat effect is wel beperkt. Maar soms kun je twee mono Bluetooth speakertjes ook koppelen en dan heb je een echte stereo opstelling. Voor een speaker geldt eigenlijk hoe groter hoe beter. Als je muziek mooi en luid wil kunnen afspelen, ja, dan is ruimte nodig. Dat is natuurkunde. Het geldt vooral voor de lage tonen en het lukt dus alleen goed als de speaker groot is. Maar groot is lastig om mee te nemen en het neemt ook veel plek in je kamer. En dan is een kleinere speaker juist handiger. Klein en een groot geluid, dat gaat dus niet. Het is dus altijd een compromis. Het goede nieuws is, fabrikanten die proberen natuurlijk toch om goed geluid uit iets kleins te krijgen. En dat lukt soms heel aardig, dus ook een kleine speaker kan best indrukwekkend klinken. Een gebruikstip, als je een speaker in een hoek zet, dan klinkt het ook al voller. Soms worden lage tonen zelfs een beetje te veel van het goede. Experimenteren waar je speaker zet, dat is dus wel handig. Een perfecte speaker laat muziek klinken zoals de muzikant het bedoeld heeft. Alsof je bij hem in de studio bent. Nou, in praktijk is dat heel moeilijk en daarom klinken alle speakers anders. Ik noem drie manieren waarop je speakers kunt kiezen. Als eerste, je kunt natuurlijk willekeurig een product kopen in een winkel of op internet. Nou, dat is dan een pure gok en het is goed te weten dat er erg veel matige producten worden verkocht. Als tweede, wij hebben meer dan 100 draadloze speakers getest. Die testen we geheel onafhankelijk met een luisterpanel en met metingen. Zie ervoor onze website. Daaruit blijkt in ieder geval, er zijn zowel slechte als goede. En soms komt wat als goed bekend staat toch wat minder goed uit onze test. Maar andersom kan ook. Als derde, je kunt heel wat aflezen over dit onderwerp, maar er gaat niets boven even zelf kijken en luisteren. En dat kan eigenlijk alleen in een echte winkel. Kies een rustig moment uit en neem muziek mee die je veel luistert en die je goed kent. Luister ook naar stemgeluid, want daar is ons gehoor goed in. Het moet vooral natuurlijk klinken. Sommige speakers die leggen de nadruk op veel bas. Nou, dat klinkt indrukwekkend, maar op de langere duur kan het wel vervelend worden. Een voordeel van sommige winkels is dat ze extra garantie bieden bovenop de fabrieksgarantie. Nou, dat is bij speakers met een accu eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over draadloze speakers. Nou, wil je alles nog eens nalezen of wil je meer weten? Kijk dan op onze website. Dat is www.consumentenbond.nl/draadloze-speakers.